Goedenavond, het is 1 minuut over 6 en dit is de eerste dag nadat het volk van Suriname zich heeft uitgesproken om te bepalen wie straks in het parlement de belangen van de totale samenleving mogen gaan dienen. Ik heb in de studio onze analist, de heer Guinmardo Cromosuto. U heeft hem eerder ook al een uiteenzetting zien geven met betrekking tot de recente situatie. We hebben enkele uren een tellingstop gehad, om het zo te noemen. En omstreeks 3 uur vanmiddag zijn de tellingen weer aangevangen en intussen stromen dus ook de uitslagen binnen. Daar heeft meneer Cromosuto u dus net een goed beeld gegeven. Het is altijd goed voor de mensen die net hebben aangeschakeld om even te kijken naar het landelijke resultaat. Daar zien we A20 met 3.461 landelijk. ABOP 15.642, de BEP 4.335, DA 91 536, de Nieuwe Wind landelijk 62, DOE 1843, HVB 5.921, de NDP 49.561, NPS 24.734, PALU 671, Percaya Luhur 14.420, PRO 1261, SDU 81, SPA 610, STRE 568, de VHP 87.246 en de VVD 245. Dat is het landelijk resultaat tot en met 3 over 6 vanavond. En de uitslagen die blijven binnenstromen. Uitgeteld, dat is Coroni. Alle 4 stembureaus die zijn binnen. En als we even kijken, meneer Cromosuto, daar is Kommerwijnen straks klaar. Nog 1 stembureau. Dat klopt. Kommerwijnen heeft van de 38, 37 al geteld. Maar er gaat waarschijnlijk geen verschuiving meer kunnen plaatsvinden. Ja. Omdat dat ene stembureau 619 kiezers kent, dacht ik. 619. En als de opkomst daar 70% zou zijn, waar het ook plaats, er gaat geen verschuiving meer plaatsvinden. Er komt geen verandering meer binnen. Dus eigenlijk is het meer voor de administratie dat... Nou, het is wel belangrijk, het is wel belangrijk dat je die stemmen plaatst. Ja, ja. Administratief is dat inderdaad ook zo. Maar er gaat geen verschuiving plaatsvinden van het aantal zetels. De NDP zal er komen wij dus 1 zetel hebben. Ja. De VHP 2. En ik dacht de PL 1. Voor de kijkers en de luisteraars is het natuurlijk interessant om te weten dat de partijen die 1 zetel behalen, dat die zetel gaat naar de kandidaat van de partij met de meeste stemmen. Dus als kandidaat nummer 4, waarvan de partij 1 zetel heeft gehaald, ja, de meeste stemmen heeft, dan zal die kandidaat nummer 4 bij voorkeur binnenkomen. Ja, oké. Goed, dat is duidelijk. Zoals u dan begrepen heeft, zal dat van Kommerwijnen dus niet zoveel meer invloed hebben. Zoals uiteengezet door de heer Cromosuto. We hebben ook een situatie, eigenlijk moet ik dit even verduidelijken, dat we werken met officiële cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er is wat verwarring op social media vooral. Er zijn een aantal uitslagenbronnen. Wij kunnen dat helaas niet hanteren omdat we werken met de informele verslaggeving. En die cijfers die u in beeld ziet via GovTV, die zijn cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Waardoor we dus ook gedocumenteerd een uitspraak kunnen doen, meneer Cromosuto. Als we even kijken, Paramaribo, tot vanmorgen nog was er weinig binnen en nu zien we 200 van de 274 en daarnet gaf u al aan 50.000 stemmen. Daar kan er nog heel veel gebeuren. Het Paramaribo? Dat klopt.
toen er nog 79 stembureaus moesten worden geteld, was het totaal aantal kiezers daar 50.530. Ondertussen, even kijken, als we een rekensommetje maken. Ondertussen is er wordt er nu geteld 200. En als we dus kijken naar, ik denk, resultaten 2. Dan zien we daar dat de VAP vooruit loopt met 28.197. De NDP volgt dan met 21.176. De NPS met 16.312. En de partij ABOP met 7.057. Het zal gaan om deze vier partijen die vertegenwoordiging zullen hebben in het parlement voor het kiesdistrict Paramaribo. Er kan dus voor elke partij wat gebeuren hier in Paramaribo nog, hè? Dat klopt. Ja. Ik moet toch wel even een rekensommetje maken. Ik weet even niet meer hoeveel... Overigens, hoeveel stemmen heb je nodig voor een zetel in Paramaribo? Je kunt dat niet echt zo bepalen, omdat we kijken naar het gewogen gemiddelde bij voorkeur. Maar eigenlijk gaat het om het proportioneel gedeelte, gewogen gemiddelde. Het heeft ook te maken met het aantal... de opkomst, met het aantal kiezers die komt stemmen. Maar de ervaring is dus dat je met 6.500, 7.000... zeg maar een zetel zou kunnen halen. Maar eigenlijk is dat meer een vuistregel, ja. Want de berekening is steeds per ronde. Goed, als u kijkt, rechtsboven, meer voor de kijkers, daar ziet u de Themenschool, Gitaweg 25. Dus dat is het moment dat de uitslag van dit stembureau binnen is gekomen om 5:05. Dat is pakweg 10 minuten. Kwartier terug, ja. En zo komen bij mondjesmaat de uitslagen binnen. We hebben nu toch wel een duidelijk beeld, meneer Kromosuto, maar wanneer denkt u dat we kunnen zeggen van, ach ja, er kan niets meer veranderen? Ik denk wel. Bij welk percentage laat me dat vragen? Bij sommigen kun je dat al direct doen. Als we eens kijken naar de opkomst, de getelde stemmen. En dan zou ik toch weer vragen om naar die PDF-sheet te gaan, ja. Zodat we daar een overzicht hebben. In corona is dat al duidelijk. In Komen-Weinig kan het niet meer schuiven, maar Isaramaka ook niet. Dus hoewel nog 9 stembureaus geteld moeten worden, kun je ervan uitgaan, je kijkt naar de historische cijfer van de opkomstpercentage. Ja. En als je die gaat plaatsen bij elk partij, er zijn daar 3 zetels, dan ga je geen verschuiving daar plaatsvinden. Zal je geen verschuiving daar zien. Mm-hmm. Er vindt geen verschuiving daar plaats. En hetzelfde met Nikeri. Nikeri zal er ook geen verschuiving meer plaatsvinden. In Nikeri heeft de VAP dan 4 zetels en de NDP 1. In Saramaka de NDP 1 en de VAP 2. Ik wil even een zijstraatje bewandelen op dit moment. We hebben de hele avond via social media gehoord dat de verkiezingen goed waren. En plotseling horen we een andere toon, fraude. Is dat normaal bij verkiezingen? Wanneer ik de verkiezing analyseer, kijk ik naar cijfers en ik heb me dus niet ingelaten in de berichtgeving op social media. Er zijn natuurlijk technieken, tactieken om de beïnvloeding te brengen naar het publiek, maar ik heb me daar niet ingelaten. Dus het zal wel zo zijn dat partijen die niet tevreden zijn, dat zeggen dus. Dat kunnen gebruiken, ja, om hun ontevredenheid van de gang van zaken kenbaar te maken. Oké, en dan een kwestie waar een heleboel mensen denk ik op zitten te wachten, heer Kromosuto. En dat zijn de mogelijkheden die er zijn nadat we
straks de telling hebben afgerond. Ja. Dan moeten we nu gaan kijken naar coalitiemogelijkheden, toch? Misschien moeten we gaan naar zetelverdeling. Dus ja. De zetelverdeling zoals het op het scherm zo meteen gaat komen. Ja. En tot op dit moment met de telling heeft ABOP 7 zetels, BEP 2, de NDP 16, de NPS 4, PL 2 en de VAP 20. Om zeg maar rustig te regeren, wil je toch wel in het parlement een bepaald aantal hebben. Je kan kijken naar de gewone meerderheid, dat is de helft plus 1, dus je moet dan 26 zetels halen. Of je kijkt naar de gekwalificeerde meerderheid, 34 zetels, dus 2/3 van 51. En dan zou je nu rekenkundig, als we dus kijken naar ABOP, BEP, NDP, NPS, PL en VAP, zou je nu rekenkundig wat combinaties kunnen maken, ervan uitgaande dat de partijen met elkaar kunnen werken en willen werken. Ja. Een mogelijke combinatie zou kunnen zijn NDP, VAP of zo je wilt VAP, NDP. Zonder nog te kijken naar de emoties en de dingen die gezegd zijn. Gewoon technisch, hè? Gewoon technisch. Ja. Dan zou je daar, zoals het nu staat, 36 zetels, op 36 zetels kunnen rekenen. En dat betekent dat als je wetten gaat maken, je de gekwalificeerde meerderheid hebt. Ja. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn, de eerstvolgende grootte, tussen de grootte en dan zeg maar de tweede runner-up, 20 plus 7, in het geval ABOP en VAP, dat maakt een combinatie van 27 en je zou daar... Een smalle basis. Ja, maar dan zou je nog kunnen kijken, je combineert dat met PL, we gaan ervan uit dat er een lijstverwinning is tussen ABOP en PL, ja. En dan zou dat 29 zijn. Ja. Maar je zou kunnen zeggen, ze nemen NPS erbij, dan zou dat dan nog net geen gekwalificeerde meerderheid zijn, dacht ik. Dan zou dat 33 zijn. Nog net niet. Nee. Nog net niet. Ja. Komt BEP erbij, in die combinatie, dan is dat de gekwalificeerde meerderheid, dan heb je 35. Dus zo kun je wat combinaties maken, technisch. Het heeft allemaal te maken met de bereidwilligheid om samen te werken. Hoe verstandig was het en een aantal van de partijen hebben het gedaan voor de verkiezingen, om te zeggen, ik werk niet mee aan een coalitie met die partij. Hoe verstandig is dat? Nou, het zijn ook technieken om ervoor te zorgen dat je stemmen vergaart. Ja. Politici kunnen zeggen, ik werk niet mee. Met de nadruk op ik werk niet mee. Of ik wil niet samenwerken. Maar wanneer het moment daar is en de achterban vraagt het, kunnen politici ook zeggen in belang van de partij, in belang van het land, zal ik mijn mening toch parkeren. En dan neem ik over de mening van de partij of de mening van de groep. Ja, we gaan dus, maar dat is nog een paar stappen verder. Kunnen we verrassingen verwachten bij presidentsverkiezingen in DNA, president-VP-verkiezingen in DNA? Oké. Want er is nu toch wel een duidelijke trend merkbaar. Ik dacht hoor, en ik heb dat niet goed gecheckt, maar voor het kiezen van de president in het parlement, is dan nodig de gekwalificeerde meerderheid. En dan kunnen er afspraken worden gemaakt met alle partijen om ervoor te zorgen dat er een president wordt gekozen in de eerste ronde. Ja. Dan gebeurt dat niet, wordt de gekwalificeerde meerderheid niet gehaald, dan zal er een tweede ronde komen en dan gaat men naar de hele grote vergadering, die volksvergadering, VVV. De Verenigde Volksvergadering. Ja. En dan gaat iedereen daar erbij moeten zijn, alle volksvertegenwoordigers. Waarbij elke volksvertegenwoordiger één stem representeert. Oké. We zien intussen dus ook wat uitslagen binnenkomen. Recreatiezaal te Mopikondre. Dat is stembureau 545. Ik haal dat zo even niet makkelijk. Wat de exacte uitslag daar is. Maar dat kunnen we zien, hè, bij landelijk resultaat. Maar goed, u ziet dat wel, dus dan kunt u dat
even voor uzelf beoordelen. Laten we samen even kijken, meneer Kromosuto, naar resultaten nummer 1. We zien dus dit beeld. Marowijnen, daar komt er geen wijziging ook. Dat blijft zo, hè? Dat blijft. Ja. Corona is duidelijk. Ja. Komen wijnen ook, zei u. Ja. Brokopondo, kan er nog wat gebeuren? Brokopondo, ja. Daar zijn ondertussen nog steeds 5 stembureaus, volgens de informatie van Binnenlandse Zaken. En deze 5 stembureaus vertegenwoordigen 2419 stemmen. Er zou best wel iets kunnen gebeuren daar. Ja. Stel, de stemmen gaan naar ABOP. ABOP is in dit geval de grootste partij nu in Brokopondo. Dan kan het zijn dat BEP haar zetel verliest. Of een groot deel gaat naar de NDP. Dan kan of het naar zijn, de ABOP. Het was eerst naar ABOP, sorry. Ja. Het was eerst naar ABOP. Dan verliest BEP haar zetel, zoals het nu is. Ja. Of de grootste deel van die stemmen gaat naar de NDP. Dan verliest BEP ook haar zetel. Gaat het grootste gedeelte van de stemmen naar BEP, dan blijft het ongewijzigd 1-1-1. 1-1-1. En dan nu resultaten 2. Nikeri, dat is... Nikeri met nog te tellen 6. Of laten we eerst kijken. Saramaka, dat is... Saramaka dat blijft zo, hè? Ja, Saramaka heeft nog te gaan 9. Ja. 9 stembureaus. Even kijken. Het is 2-1 daar, hè? 2 VHP, 1 NDP. 9 met 4671 kiezers. En stel daar met een opkomst van 70%. Als die stemmen zouden gaan naar de VHP, kan er best wel iets gebeuren, hoor. Dan kan het zijn dat... Ten koste van de NDP. Even kijken als dat waar is. Nee, dan gaat er toch niks gebeuren. Als die stemmen gaan naar de NDP en de NDP krijgt meer stemmen dan de VHP, dan kan er wel iets gebeuren. Oké. Paramaribo is nog gaande, daar kan er van alles gebeuren. Para is, zal ik zeggen, al een uitgemaakte zaak. Para, daar moeten nu nog 9 stembureaus worden geteld. Toen ik bezig was voor de rust in Para, waren toen nog 11. Er zijn dus nu al 2 stembureaus geteld. Ja. En zeg maar, als we 1200 af, moeten er nog 5000 worden. Zijn het vertegenwoordigd uit 5000 kiezers. Mm-hmm. Met een opkomst van 70% moeten zeker nog 3500 stemmen geplaatst worden. En als we dus kijken naar Saramaka met 3500 stemmen. Als al die stemmen zouden gaan naar de NDP, dan zou het overslaan, maar die mogelijkheid lijkt mij niet reëel. Dus het gaat waarschijnlijk zo blijven. 2 VHP en 1 NDP. Ja. En Nikeri, daar was u mee begonnen, maar ik heb u onderbroken. Ja, Nikeri gaat waarschijnlijk ook niet schuiven. Als ik dus kijk naar hoeveel er nu geteld is in Nikeri. Er moeten nog 6 stembureaus daarbij geteld worden. 6. Als die stemmen gaan richting VHP, 6-36. Het blijft 4-1. En ook als zouden die stemmen gaan naar de NDP, het blijft 4-1. Of het gaat naar NPS of HVB. Ik kijk naar de eerstvolgende. Het gaat niet zoveel verschillen. Als de... Wacht even, toch. Als die stemmen zouden gaan naar PL, dan moest ik de berekening toch wel even maken.
misschien gebeurt er wat, maar ik kan dat zo niet zo snel zien. Als de HVB zeg maar niet uit de PL was gestapt, zou dat een plusje zijn voor PL in dit geval? Rekenkundig, maar het zijn mensen. Ja. En die mensen die hebben een netwerk. Dus rekenkundig kan je zeggen. Zou het wel kunnen. Zou het misschien kunnen. Ja. Maar als je kijkt naar de invulling van de partijen, ja, dan heb je te maken met mensen. Klopt. Je hebt te maken met een netwerk, je hebt te maken met families, je hebt te maken met vrienden. Op dit moment ideologie misschien. Ja. Resultaten nummer 3. We fietsen even het rijtje af. Sipaliwini. Sipaliwini kan er nog wat gebeuren. Ja. Sipaliwini. Als je kijkt naar de resultaten, dan moeten daar nog 35 stembureaus worden geteld. En die 35 stembureaus, dat is heel wat, hè? Die vertegenwoordigen op dit 14.080 stemmen. De opkomst in Sipaliwini gemiddeld was laag, ik dacht 65%. Ja. Maar als nu een groot gedeelte zou gaan naar ABOP, dan verliest BEP haar zetel zoals het nu berekend is. Als een groot deel gaat naar BEP, en dan kijk naar die verhouding, het zou misschien 2 maal zijn dan de NDP, mm-hmm, dan heeft BEP 2 zetels, ABOP 2 zetels en NDP 0. En gaat het grootste gedeelte naar de NDP. Dan verliest BEP haar zetel. Ja. En dan, Wanika. Nou, laten we toch even. Stel, er gaat een groter gedeelte naar de NDP. Zou het best wel kunnen dat ook ABOP 1 zetel. 1 zetel kwijtraakt. Ja? Oké. Okay. Goed, de uitslagen stromen nog binnen. Dus dat zal in het vervolg duidelijk moeten zijn wat er precies zal gebeuren in Sipaliwini. Wanika nu, daar heeft de VHP 35.298 stemmen. Ja, ik... Oppermachtig, in die keer, ja, om het zo te nog zeggen. 20 stembureaus te tellen. Laten we toch even goed kijken naar de cijfers. Wanika, dus terwijl ik bezig was bij de... Nog 20. Is het nog 20? Ja. Ik had toen bij 26, 17.541. Op dit moment is het 1 voor de NDP, 1 voor de VHP en 1 voor PL. Als een groot gedeelte gaat naar de VHP, zou het best wel kunnen dat PL haar zetel verliest. Als een groot gedeelte gaat naar PL, dan blijft het 1-5-1. En als een groot gedeelte gaat naar, naar de NDP, en dat zou 2 maal groter zijn dan de PL, dan kan het zijn dat de VHP 1 zetel verliest. Ook hier geldt dat die splitsing binnen de Pertjaluhoer eigenlijk een beetje nadelig heeft uitgepakt. Dat zou de partij een beetje... Als je dat rekenkundig bekijkt, ja, HVB en PL, wat dan zou dat niet zoveel uitmaken. 1200 stemmen? 1200 bijna. Plus. 1200. 1185 heeft de HVB. Ja, 1185 plus, ja, die andere. Zou 7000. Dat, zou dat even groot zijn als NDP, qua zetelberekening. Ja. En dan blijft het nog steeds 151. Oké, goed. Dan hebben we gefietst door de resultaten, meneer Kromosuto. We gaan zo meteen afsluiten, tenzij u nog wat heeft toe te voegen. Ja, het lijkt me goed om de kijkers en de luisteraars nogmaals erop te attenderen dat wanneer je ziet de voorlopige zetelverdeling, dat het niet de definitieve is, ja, en zeker niet wanneer er nog stembureaus moeten worden geteld die nog substantieel zijn om zetels te kunnen laten verschuiven. En komen wij nou met één stembureau, schuift hij niet. Ja. Maar in Paramaribo, met nog
74 stembureaus. Kunnen er nog verschuivingen plaatsvinden? 1 zetel of 2 zetels? Eigenlijk 0, 1 of 2. Wanica zou nog net een verschuiving kunnen plaatsvinden. Sipaliwini met nog 35 stembureaus. Kan nog heel veel gebeuren. Ja. En dan Brugge-Ponde met 5. Daar zou er misschien ook nog wat kunnen gebeuren. In Para met nog 9 met nog 9 stembureaus te tellen. Laten we even kijken naar Para. Ja. Als die stemmen zouden gaan naar de NDP, dan zou dat weer kunnen betekenen dat de NDP 3 zetels in Para. Ik zeg zou kunnen en ik zeg niet dat het is. Ja. Dus de kijkers en de luisteraars, nogmaals, zolang niet alle stemmen geteld zijn, is het resultaat nog niet definitief. Klopt. En definitief is het pas wanneer het bekrachtigd is door het Centraal Hoofdstembureau. Goed zo, meneer Kromosuto. Hartelijk dank wederom voor uw technische bijdrage. We spreken de hoop uit dat u als kijker en luisteraar heel veel kennis heeft opgedaan voor wat betreft de uitslagen. In beeld ziet u even het aantal behaalde zetels, maar dan wel met de opmerking dat het niet officieel is, omdat zoals dat eerder is gesteld, dat nog bekrachtigd moet worden door de autoriteiten. Maar voor nu is het dan zo dat ABOP op 7 staat, BEP 2, NDP 16, NPS 4, Percaya Luhur heeft er 2, ja, en de VHP 20. We besluiten, beste mensen, deze aflevering van kennisgeving. Blijft u kijken naar GovTV. We brengen de uitslagen steeds in beeld voor u. En we zijn een volgende keer weer bij u terug. Bedankt en tot de volgende keer.